Gewonden bij frontale botsing op Kanaal Zuid. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Bij een frontale botsing op Kanaal Zuid bij Lieren is één persoon gewond geraakt. Om even na 12 uur vanmiddag vond het ongeluk plaats. Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door verkeerd invoegen. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. De politie heeft een onderzoek ingesteld.